Hallo Big Legion en welkom bij de video over computers samenstellen. Dit gaat een lange video worden, maar ik ga het zo kort en bondig mogelijk proberen te houden. Um, maar ik had net al een stuk opgenomen over behuizingen alleen nog maar. Er was nog maar één fucking component en ik was al meer dan een kwartier bezig en ik was nog lang niet klaar. Dus ja, dat geeft al genoeg aan. Um, ik ga het dus echt super kort houden over dingen. Waarschijnlijk zal het me alsnog niet lukken. Dat weten de trouwe kijkers wel. Dat ik daar meestal in faal. Um, maar ik wil rustig losse video's maken over bijvoorbeeld welke processor het beste is voor gamen. Welke het beste is voor renderen van dingen. Of voor 3D-modelleren. Of wat dan ook. Um, en hetzelfde geldt voor moederborden, harde schijven, geheugen en alles. Wil ik allemaal rustig uitgebreidere video's over maken. Maar daar moet het natuurlijk vraag naar zijn. Dus dat ligt aan jullie. Je zegt van nee, het is wel goed in deze video, als duidelijk genoeg. Ik kan mijn keuze wel maken. Is het ook goed, natuurlijk. Um, dus hoeven we dat niet te doen. Ik stel alles samen op de Azetti website. Dat is een webshop um, met showroom en afvalbali slash winkel, soort van. Um, in Raalte. En um, ze hebben hele goede servers. Een hele fijne site om computers samen te stellen. En um, één fijn ding ervan sowieso naast het overzichtelijk. Uh, ...gedoe van de componenten... ...is dat je bij de winkelwagen... ...kun je een link opslaan... ...waar dus je complete computer in staat... ...in principe. En die kun je dus eventueel doorsturen... ...naar iemand zeg maar, waar je hem voor samenstelt. En dan kan hij gewoon op... Uh, ...bestellen, rammen... ...en zijn computer... ...wordt, uh, wordt geleverd. Daarnaast heeft zet hij ook een assemblageservice. Assemblage is een duurwoord... ...voor um, ja, bouwen... ...eigenlijk. In elkaar zetten... Dus zij zetten de computer voor je in elkaar voor 59 euro. Um, en dat dat ook in dat hij getest is. Alles werkt naar behoren. En uh, het is gewoon plug and play als je hem thuis hebt. Dus dat is heel erg fijn. Mocht je het niet, uh, niet ja, riskeren om het zelf te doen. Het bouwen. Wat op zich wel te doen is. Maar ja, je moet wel een beetje weten wat je doet natuurlijk. Helemaal als je met dure componenten bezig bent. Dan uh, ja, is het zonde als dat misgaat. Dus dan is de assemblage zeker fijn. Voor de rest, voor losse onderdelen kun je eventueel ook naar Coolblue gaan. Ik denk dat de meeste mensen die website wel kennen. Of webshop. Um, ook heel fijn, goede service en nooit problemen mee gehad. Um, dus dat zijn in principe de twee die ik aanraad. Um, waar Asseti dus ja, de beste site is om de hele computer samen te stellen. Er zijn wel meer sites waar je eventueel onderdelen kunt vinden. Je kunt ook op vergelijkingssites wel onderdelen zoeken. Zoals tweakers.net of hardware.info. Maar ik vind dat zelf gewoon niet fijn werken. Ik kan wel eventueel naar de prijzen gaan kijken. Maar als het hier. We gaan een computer van ongeveer 1200 samenstellen. Stel, het scheelt in totaal 50 euro. Dan boeit mij dat persoonlijk niet zo heel veel. Um, puur omdat ik weet dat het um, goed is bij Acetic of Service. En zij maken de hele computer voor me in elkaar. Ik kan wel zeg maar drie onderdelen bij drie andere webshops goedkoper hebben. Maar die zetten hem echt niet in elkaar voor mij. Dus is het sowieso fijner om gewoon bij één site te blijven. Maar dat is mijn persoonlijke mening natuurlijk. Er gaat veel meer persoonlijke meningen in zitten. Waaronder AMD. Dat gaan we totaal niet gebruiken. Het is dus de eerste en laatste keer dat ik dit woord noem in deze hele video. En um, voor de rest ga ik wel meer merken noemen. Zoals ASUS MSI, Gigabyte, EVGA, Corsair, Cooler Master, Kingston... En dat was het denk ik eigenlijk wel. Dat zijn alle merken waar ik achter sta, waar ik zeker weet dat ze goede kwaliteit leveren. Voor de rest houdt het op. Is het voor mij persoonlijk niks. Er zijn wel andere merken, ook wel merken die goed zijn misschien. Maar ik heb er niks mee, of ik heb er problemen mee gehad. Of de naam staat me niet aan. En dat klinkt heel dom. En dat is ook wel een beetje eigenwijs van mij natuurlijk. Maar voor sommige merken staat mij gewoon de naam niet aan. Omdat ik het echt een, een Chinees honky-tonky uh, merk vind. En van sommige merken heb ik, zeg maar, acht jaar geleden een onderdeel gehad. Een hardware component, hoe je het noemt. En um, dat gaf dan problemen. Of er ging kapot of wat dan ook. Um, en ook al zijn ze nu, zeg maar, na 8 of 10 jaar verbeterd. Dat maakt me niet uit. Ik wil er gewoon niks meer van hebben. Dat is natuurlijk gewoon mijn eigen wijsheid. Maar ja. Zoals ik zei, er gaan veel persoonlijke meningen in zitten. Um, en ik wil eventueel ook nog wel een losse video doen over randapparatuur. Dat ik, wat um, staat dat hierboven, zo'n soort monitoren, muizen, waar je een beetje op moet letten. Wat eventueel handig is voor sommige dingen. Dat wil ik allemaal rustig doen. Hetzelfde geldt als voor processoren. Uh, voor welke het beste is voor gaming. Welke het beste is voor renderen enzovoort. Wil ik allemaal doen, maar in losse video's. En ik ga proberen het hier zo kort mogelijk te houden. Iets wat ik nu natuurlijk ook niet aan doen, maar met dit is een beetje inleidend verhaal. Um, en we gaan beginnen met de behuizing. Nou, de behuizing is belangrijker dan je denkt, over het algemeen. Er um, zijn verschillende types natuurlijk. Full-tower model, dat is een complete toren. Uh, bureau model is meestal iets waar je je monitor op kunt zetten, wat je bij bedrijven vaak ziet. Zoals dit ding zeg maar, dat is een bureaumodel. Um, maar wij gaan voor de mid-tower model. Zit er mooi tussenin. En er zijn een paar dingen belangrijk aan een, ja, aan een case eigenlijk, aan je behuizing. En heel veel mensen denken gewoon, oh, het is gewoon een kast en dan houden we mee op. Maar het bepaalt heel veel van de computer. Um, het heeft met heel veel dingen te maken. En nou wil ik in mijn hoofd alweer heel veel gaan vertellen. Maar dat zal ik niet allemaal doen. Um, het belangrijkste in principe is de airflow. En de ruimte die je in hebt om te werken. Um, sommige kasten zijn nog heel klein en compact. En dan is het heel nauw om in te werken. Dat is irritant. Dat is niet fijn. Um, maar ja, als je hem zelf laat. Niet bouw, zeg maar, maar laat samenstellen. Ja, dan zal het jou eigenlijk ook een was zijn. Want jij hoeft niet wat mee te doen. Maar alsnog kan het je airflow beïnvloeden. Airflow houdt in, zeg maar... Om maar even in Jip en Janneke taal te zeggen... De wind die je in je kast doorheen blaast, zeg maar. Om de componenten te koelen. Om de warme lucht weg te dragen. Um, en sommige kasten zijn er heel goed in. En sommige kasten zijn er heel slecht in. Wat houdt het in als je kast te warm is? En met de lucht in je kast te warm is? Dan krijg je thermal throttling. Thermal throttling is een Engels woord... Um, wat inhoudt dat zeg maar, omdat de warmte te hoog is, gaan je componenten ervoor zorgen dat zij minder warmte afstralen. Hoe doen ze dat? Door zichzelf ja, langzamer te laten lopen. Dus als jouw processor normaal zeg maar 4 GHz draait, maar omdat het veel te warm is, gaat hij maar 3 GHz draaien. Ik noem maar even wat. De, puur om de warmte te compenseren. Puur omdat je airflow niet goed is. Dus een kast is zeker belangrijker dan je denkt. Um, nou, ook hier zijn dus een paar merken, Cooler Master, Corsair, um, deze merken miste ik net nog, Salman, um, hebben we nog en we hebben Antec. Maar dat komt puur omdat ik niet heel veel, ik heb nou wel een Salman kast, maar de volgende kast die ik ga nemen is een Corsair. Um, maar dat zijn voor mij de vier merken qua kast. Er zijn wel meer merken zoals NCXT, dat schijnen ook wel goede kasten te zijn. Ik heb vroeger een Sharkoon gehad, werkt op zich wel goed, maar op een gegeven moment problemen probleem mee gehad en dan denk ik van nee, dat wil ik gewoon niet weer. Um, dus ja, dat is natuurlijk persoonlijke mening. Um, maar voor die vier merken gaan we nou even. We gaan dus een pc van ongeveer 1200 euro in elkaar zetten die een beetje future-proof is. Voor een gaming PC is 1200 ongeveer het minimum om heel eerlijk te zijn. Daaronder, ja, je hebt wel GamePC.nl bijvoorbeeld, allemaal leuk en aardig. Heb je goedkopere PCs, Minecraft zal erop draaien, maar Echt ultra game enzovoort, zul je er niet op doen. En tuurlijk, het is duurder dan een console, maar games draaien ook gewoon beter. Je hebt meer vrijheid om dingen te doen. Um, en je kunt het allemaal een beetje tweaken wat je zelf wil. En het werkt gewoon fijn. Dat is het verschil tussen een PC en een console natuurlijk. Naast de veel hogere FPS en de resoluties en dat alles gewoon eigenlijk beter is. Um, maar daar betaal je ook voor, dat is logisch. Maar als je dan betaalt voor een PC, wil je ook een betere ervaring hebben. En die begint bij ongeveer 1000 à 1200 euro. Alles daarboven is gewoon extra voor nog meer dingen. Je kunt op een PC samenstellen van 6000 euro, die 4K aankan op 60 FPS met geluk bij sommige games. Um, iets wat de consoles nog lang niet kunnen, want die kunnen met moeite al 60 FPS op 1080p. Want heel veel games draaien nog op 30 FPS, 1080p op de nieuwe consoles. Dus ja, dat zegt al genoeg. Natuurlijk. Um, maar we gaan dus daar ongeveer aan houden. Dus nou, we houden ons een beetje aan de prijs. Dus we letten er wel een beetje op. Um, ik heb nu op dit moment de Salmon Z9 Plus. Daar gaan we deze keer ook voor. Je ziet bij sommige dus, Nou, je ziet de afbeeldingen. Sommige kasten zal de een mooi vinden en de ander niet. Um, ik vind dit geen mooie kast bijvoorbeeld. Deze kast staat er als het goed is nog een keer in. Uh, ergens, of staat hij niet meer? Nope. Oké, okay, maakt het niet uit. Um, ze hebben namelijk ook demo-modellen af en toe bij Azatti. Dat houdt in, ze hebben een showroom namelijk. En daar staat zeg maar die kast in met daarin componenten. Ik wil niet zeggen dat die kast kapot is. Staat ook bij, 100% getest en hij werkt. Je krijgt ook gewoon een volledige garantie op. Um, ondanks dat hij, zeg maar, al in de winkel een half jaar staat te draaien. Maar je krijgt gewoon een complete garantie op en hij is, zeg maar, iets goedkoper. Ehm. Um, dus dat is ook zeker geen slechte deel als je naar zit te kijken. Um, en voor de rest, ja, het is natuurlijk persoonlijke smaak wat je leuk vindt. Qua uit, ja, uiterlijk van de kast. Um, maar wij gaan deze keer even voor een Salmon z 9. Puur omdat ik die zelf heb en ik weet dat het wel verder een goede kast is. Um, en je ziet hier een hardware Silver Award staan. Nou, sommige kasten, andere kasten zullen dat niet hebben. Bijvoorbeeld deze, die heeft er geen awards bij staan. Dat staat alleen productinformatie, pluspunten, minpunten. Heeft een video van Corsair zelf, is dit in ieder geval. En de tech segment, maar. that's it. En um, dan heb je hieronder. Ah, hier staat wel trouwens review en test. Maar die heeft gewoon geen award gekregen. Dus ze hebben wel een test gedaan bij hardware.info. Je hebt ook nog tweakers.net trouwens voor reviews. En daarnaast, natuurlijk, Engelse sites kun je ook heel veel informatie weghalen. En Engelse YouTube-kanalen kun je ook heel veel weghalen. Zoals Linus Tech Tips, OCD3.net, uh, Hardware Canucks. En ze zijn nogal veel meer. Uh, ja, YouTube-kanalen, uh, zeg maar. En websites waar, uh, waar veel informatie weg te halen is. En je hebt natuurlijk ook nog. Um, reviews van gebruikers zelf. die hem eventueel gekocht hebben. Dit is een. dichte kast. in principe van de voorkant. Er zitten hier wel ventilatie en ventilatiegaten. Dus dat houdt in dat ventilatoren van de zijkant. Um, de lucht naar binnen trekken. in plaats van zo'n. bij de zalmand van de voorkant. Want daar zit aan de voorkant. zit hier een ventilator. Ehm. Um, en aan de zijkant trouwens ook. Maar dat is even een ander verhaal. Dus het is een beetje lastig om van welke kast je wil hebben. En welke er goed is en niet. Daarnaast kun je natuurlijk als je het wil weten. Nou, je hebt, uh, Google is je vriend. Met eigenlijk alles. Dus typ je gewoon in zalman. En even negen. Maar ik heb natuurlijk de microfoon even voor, voor staan. Dus niet alles makkelijk met typen. Salmon zijn in. Nou, dan heb je de prijs eventueel. Uh, de zalman site zelf. En um, als je echt wil weten wat het is. Een je erachter review. En klaar. En dan vind je vast wel user reviews of andere reviews. Uh, YouTube video's. En zo geldt dat voor elke kast die er bijna is. Er is vast wel iemand die ooit die kast heeft gekocht. En er is vast wel informatie over te vinden. Zo gaat het voor elke kast. En zo gaat het eigenlijk voor elk component. Dus vandaar dat ik nou, ik ben natuurlijk lang bezig over de behuizingen weer. I know. Maar dit is informatie die eigenlijk voor elk component geldt. En waar ik dus zometeen ook geen aandacht mee aan besteed aan deze informatie. Alle onderdelen zijn te vinden online. Qua reviews en wat goed is en niet. Dan hoef je natuurlijk niet op één review af te gaan van hij is goed. Want dat is altijd gemixt. Hoe je een review moet behandelen, is daaruit je eigen conclusies trekken. Zij vinden, zeg maar, ik noem maar wat. Oh, er zitten maar drie ventilatoren in. Of de ventilatoren zijn blauw en we hadden geen rood gewild. Als jij denkt van het zal maar een rot zou zijn, als ze nou blauw zijn of rood. Klaar, dat is geen negatief punt voor jou. Je hebt je eigen conclusie eruit gehaald. Zo moet je reviews behandelen. Niet als. Want de consumentengids doet het ook vaak, zeg maar, en oh, dit is de beste koop. Ja, voor die mensen misschien, maar als jij, misschien hebben ze allemaal wel een appartement van een stofzuiger en zijn zij klaar met het stofzuiger. Maar als jij een groot landhuis hebt, heb jij niet wat aan die kleine kutstofzuiger. Dus dat zegt niet wat. Je moet naar je eigen situatie kijken en wat je zelf wil hebben. En dat geldt met alles zo. Dus dat is het hele verhaal daarover. We gaan nou even voor het gemak dus naar een Zalmans 9 Um, dan heb je hier, nou, ten eerste, dus heel veel tekst. Gewoon productinformatie. Eventuele awards kun je natuurlijk op klikken Als je erop klikt, dan ga je hier naar uh, uh, een review-ding. Met informatie. Alsof het, als het goed is over de kast. Maar af en toe werken die dingen niet helemaal. Zoals nu. Um, dan kun je het eventueel hierboven typen. En dan kom je het waarschijnlijk ook wel tegen. Z9 Plus. Um, met reviews. Nou, ze hebben dus ook een Z11. Plus. Nou, midrange waar je een kastje kopen. Dus genoeg reviews erover te vinden. Met hardware info. Um, daarnaast eventueel video's en dan uh, in principe het belangrijkste, de belangrijkste specificaties, waaruit je je eigen conclusie kunt trekken. Um, nou, gewicht zal niet zo heel veel boeien neem ik aan voor de meesten, maar de afmetingen bijvoorbeeld wel. Um, nou is het sowieso niet aan te raden als je een bureau hebt zeg maar, met kastjes uh, en deurtjes zeg maar, erin, om daarin te zetten. Ik weet dat sommige mensen het doen. Maar dat is niet handig. Je hebt namelijk airflow, zoals ik zei, en die is belangrijk. En als jij een gesloten ruimte hebt, heb jij geen airflow. Of heel weinig in ieder geval. Um, dan kun je zeggen: ja, maar ik hou het deurtje wel open. Kan. Maar alsnog zit het in een gesloten doos, soort van. Hij kan wel een voor- en achterkant hebben die even open is. Maar de warme lucht gaat naar boven, die stijgt. Dus die blijft in die ruimte zitten. Wat natuurlijk dus voor thermal throttling en al die andere zooi zorgt. Dus dat wil je niet. Dus het is belangrijk in principe om gewoon bovenop te hebben staan. Of naast je bureau. Of weet ik veel wat, maar niet echt in een gesloten ruimte. Dat geldt eigenlijk ook voor televisies, voor consoles, voor alles. Alles wat warmte genereert moet open zijn. En niet in een gesloten ruimte. Uh, maar eventueel natuurlijk de afmeting is altijd wel handig om te weten. Dat je weet hoe hoog iets is. Uh, hoe breed, als dus je eventueel plek hebt, etc. Dus dat staat er altijd bij. Maar voor de rest heb je IO connectors, nou deze heeft alleen high speed USB's, geen USB 3.0's. Um, USB 3.0, trouwens op foto's bijvoorbeeld kun je dat zien um, als die blauw zijn. Um, de USB connector van binnen moet dan een beetje babyblauwachtig is het meer. Als het die kleur heeft dat is een USB 3.0, is het gewoon zwart dan is het een USB 2.0. Uh, voor de rest heeft het dus nou ja, een hoofdtelefoon uitvoer en een microfoon invoer. Dat is nogal logisch ventilator ventilatoren 4. Nou, Ondersteunende moederborden ATX en micro ATX. Er zijn natuurlijk verschillende afmetingen van moederborden. Qua grootte: je hebt ATX, dat is het meest gangbare, zo maar, dat is standaard een beetje. Micro ATX is natuurlijk kleiner, dus kunnen ook meer dingen op. Minder RAM, minder videokaart, etc. En je hebt ook nog EATX, Extended ATX. Dat zijn nog grotere borden waar je nog meer op kunt. Maar als jij vier videokaarten wil hebben enzovoort, dan moet je EATX hebben. Nou, voorzieningen van de systeemkast, daar is nog wel extra informatie bij. Ik ga niet alles behandelen natuurlijk, tot in detail, naar de hoogte en al dat spul, kleur, zwart. Nou, ventilatoren is misschien wel handig om te weten. Nou, aan de voorkant heb je dus één ventilator. Daar kunnen... Um, het staat er altijd redelijk bij deze kasten, het staat meestal altijd wel goed bij. Um, zeg maar in deze volgorde bedoel ik. Anders zal sowieso wel altijd goede informatie staan. Maar um, de voorkant heeft dus één keer een 12 of een 14 centimeter. Uh, ventilator, dat kan erin zitten maar er zit daadwerkelijk geïnstalleerd dus haakjes dus een 12 cm blue led, dus je hebt een blauwe led ventilator erin zitten van nou ja, 120 mm um, normaal met ventilatoren spreken ze niet over centimeters namelijk, maar over millimeters dus 120, 140 je hebt een radiator zomaar voor waterkoeling van 380, wat dus wel 38 cm is, maar ik weet trouwens niet eens wat die zijn, volgens mij is het 320, maar dat maakt het niet uit maar dat werkt over het algemeen allemaal in millimeters. Maar je hebt dus aan de bovenkant kunnen dus twee um, 12 of 14 centimeter ventilatoren. Nou, dat is één van 12 centimeter geen slet. De onderkant kan er ook eentje, maar er zit er niks in. De achterkant heeft er eentje, maar dat is geen led zoals je ziet. En de zijkant, uh, bij de windows in ieder geval, zit er ook één. Wat ik persoonlijk heb gedaan is die van de bovenkant ook aan de zijkant gezet. Um, en aan de bovenkant zit mijn radiator. Maar dat is een ander verhaal. Dat is persoonlijk natuurlijk. Maar dan weet je een beetje wat je erin kunt zetten. Je kunt dus nog twee aan de zijkant. Nou ja, of één erbij aan de zijkant. Nog eentje boven in het dak. Etcetera, etcetera. Dus dat is wel fijn om te weten. Nou, voor de rest, schroeveloze houden voor PC-kaart. Schroeveloze drivebase. Dit zijn allemaal um, handige dingen die erin zitten. Dat stond hier ook wel. Dat het in een schroeveloze drive -bay. Een drivebase waar de harde schijf in komt. het in dat je dus geen. Um, schroeven hoeft te gebruiken, wat niet helemaal klopt om eerlijk te zijn het klikt wel met de systemen, je moet wel een soort van, um, tenminste met de harde schijven dan toch um, schroefjes indraaien zodat ze erin klikken, maar dan kun je volgens wel heel makkelijk de harde schijven eruit halen dus dat is wel heel fijn, nou snelheidsregelaar moment later zit er inderdaad in, dus een wieltje dat je ze harder of zachter kunt laten lopen etcetera etcetera, dus hier zit meestal ook nog wel informatie in, nou voeding zit er niet bij in, dat moet je eigenlijk ook nooit doen kan één voeding in Um, en dan hebben we nog één belangrijk ding, expansions base. Uh, expansion base, sorry. Er zijn er drie voor en toegankelijk van 5,25. 5,25 zijn zomaar um, dvd, branders um, en zomaar spul Een 2,5 is meestal een card reader. En uh, 3,5 zijn harde schijven. En 2,5 zijn trouwens ook SSD's, maar zeg maar bij een kast aan de voorkant. Soms heb je, want dat zit hier ook wel, dat kleine ding daar. Uh, Beter foto kan ik niet vinden. Maar daar wat daar zit, als jullie mijn muisje überhaupt kunnen zien, dat is nog een goede vraag. Um, halverwege in de kast zie je een heel klein rechthoekje, zeg maar, vergeleken met de andere dingen. Nou, dat is een 2,5 inch mee. Daar kun je een card reader in doen, of iets anders wat 2,5 inch is. Um, en voor de rest heb je dus 3,5 inch voor... Um, Klopt dat wel trouwens? Nee, dat is een 3,5. Sorry. Fout. Dat is geen 2,5. 2,5 is. Nee, maakt het niet uit. Boeit het niet zo heel veel. Of dit klopt niet. Ik meen altijd wel dat het 2,5 is. Maar. Ik maak ook wel eens fouten, natuurlijk. Gaat erom, in ieder geval, dat je weet dat er één aansluiting is. Zullen van gewoon card En je hebt dus drie voor DVD-spelers of andere. zooi. En er zijn vijf interne dingen. Wij, dus harde schijven in ik en zetten. Er zijn vijf plekken voor harde schijven. Ehm. Um, dus dat is ook handig om te weten dat je 5 schrijven kunt doen. Daarnaast zit er nog achter het motherboard zit er een 2,5 inch B voor een SSD. Staat hier niet bij, maar dat weet ik toevallig. Maar dat staat hier wel. Kijk, uh, in deze dingen staat het wel. De Space Provider. The back of the motherboard plate voor installing 2,5 inch HDD SSD. Dus dat is wel heel erg handig. Uh, dan kun je een SSD dus wegwerken in principe aan de bekabelingskant. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk, is er een kabelgoot. Dat houdt in dat dus je deze zijkant zomaar heb je er vanaf hebt, inkijken. kun erin kijken. Maar aan de andere kant heeft natuurlijk ook een zijkant, logischwijs, die je er ook af kan. En um, daar zit soms zomaar een goot in van een centimeter of twee centimeter breed. Waar je dus de kabels in weg kunt werken, zodat je in de kast zelf minder kabels hebt... Waardoor het qua um, de wind, zeg maar, de airflow, kan er ook beter langs. Er knalt niet op alle kabels enzovoort. En het ziet er gewoon netter uit. Dus dat zijn allemaal belangrijke dingen van de kast. Ik weet, ik ben alsnog fucking lang bezig geweest over alleen een fucking kast. Maar dit is in principe allemaal heel erg belangrijk. En de kast is op zich de basis. Daar komt alles in. Um, en heel veel informatie die ik nu vertel, dat zal bij de rest net zo zijn. Dus die steken we even in ons winkelwagentje, want daar waren we natuurlijk mee bezig. Gaan we naar de volgende componenten toe? Nou, wat uh, gaan we ja, als volgende pakken? Het ligt eraan wat je wilt doen. Ik voor mezelf begin meestal als ik voor iemand anders een computer samenstel, bij moederborden en dan processor, dan hou ik het een beetje logisch. Je hebt de kast, daarop komt het moederbord. Op het moederbord komt de processor, op het processor komt de koelen. Dan de rampbankjes naast de processor. Dan eventueel de videokaarten, de harde schijf. En dan eventueel dingen die nog in de kast komen, zoals een dvd-speler of al dat spul. Je kunt eventueel ook nu al de dvd-speler pakken. Maakt allemaal niet zoveel uit. We gaan even voor een dvd-brander. Het zal maar niet zoveel boeien. Nou, 5 in een slimline is meer voor laptops. Dat is een heel dun ding. Um, dit zijn van die lompe dingen, zeg maar. Um, ook hierin heb je natuurlijk bepaalde merken. Hier ga ik meestal voor LG. ASUS zal ook wel goed zijn. Um, en Samsung ook zeker wel. Nou, we gaan voor deze. Het zal allemaal rotzooi zijn. Er zit een uh, DVD-speler-ding in. Want dan ga je een beetje op volgorde van dit natuurlijk. Nou, dan heb je een geheugen. Um, ligt eraan welk moederbord je pakt. Welk geheugen eventueel kan. Dus dat zijn dingen die je eigenlijk later pas moet doen. En dit zijn natuurlijk op alfabetische volgorde. Ah ja, voeding, trouwens, is een onbelangrijk ding. Die vergat ik net even. Maar die komt in principe als laatste. Als je weet wat allemaal in je kast zit. En hoeveel het ongeveer vraagt. Wat ook een beetje een gok is. En. Je kunt het wel calculeren, maar voor mij meer, meestal een gok. Um, dat komt natuurlijk als laatste. Dus dat is wel logisch. Maar we gaan nou voor eerst maar even naar moederbord. Nou, welke processor ga ik pakken? Ik ga een nieuwe processor pakken. Dat had in socket L50. Dat weet je normaal niet, natuurlijk. L55 is de oudere serie. L50 is de nieuwere serie. 2011 is de extreme versie. Wat ik ook heb in ieder geval. Maar dan de oudere serie. 2011-3 is. Um, de nieuwe Extreme Serie. Met processoren van 600 en 1000 euro. Wat trouwens ook nog wel hier zit, maar dat is een ander verhaal. En hier zit de processor van 300. Nou, we gaan dus voor 1150. Um, ook hier zijn er dus een paar merken: uh, Asus. MSI ook natuurlijk. Dat was ook nog een merk wat ik vergat. graag zou ik van dit niet pakken. En Gigabyte kan eventueel ook. Dus deze drie zijn goed. Asus Rock heb ik vroeger gehad. En dat was gewoon crap. Dus ook al zijn ze nou super goed, dat boeit mij niet. Raak ik gewoon niet aan. Nou, dat is wel één ding. Dan kun je kijken hoeveel RAM wil ik hebben. Nou, voor gamen is op moment in principe 8 het minimum een beetje. Want er zijn een paar games die vragen 8 RAM. Persoonlijk zou ik voor 16 GB minimaal. Um, 32 is een beetje overbodig tenzij dat je echt gaat video-editen of intros maakt of After Effects dingen doet of wat dan ook wel echt RAM-intensief is of 3D-modellering, zou ik voor 32 GB gaan. Maar in principe is 16 GB genoeg. Nu hoef je dat hier niet echt aan te klikken, want je ziet dus 32 en 16. Dus het houdt in dat het eigenlijk niet boeit welk moederbord je pakt. Er kan sowieso 16 gig in. Um, en als er nou toevallig 32 in kan is dat mooi meegenomen Dus daar hoef je verder niet naar te kijken Maar het is natuurlijk makkelijk als het, stel er stelde stond een 8 gig tussen Wat heel onwaarschijnlijk is Maar stel dat is zo Of je wilt natuurlijk alleen 32 gig moederborden Dan kun je daar dus aanklikken um, Voor de rest nou wat komt er in dat is niet zo heel boeiend Chipset boeit ook geen zak in dit geval Dit wel ATX, Extended ATX, Micro of Mini Nou we willen een gewone ATX dus klikken we dat aan dat haalt al een paar dingen weg. Serie boeit dus ook niet, want dat is gewoon de dingen. Prijs kan eventueel boeien, leeftijd. Um, en ja, je hebt dus verschillende moederborden. Ik weet niet of de prijs nou oplopend is. Ik neem aan van wel. Nope. Oké, okay, nou je hebt hier zeg maar het goedkoopste bord even. Het gemak, dat is MSI. Twee stukken van die andere merken. En zoals je ziet, er zijn ook weinig foto's van. Dus maar één foto. Hier komt de processor. Hier heb je twee dingen voor een RAM. Uh, voor RAM. En je hebt vervolgens één PC, PCI slot en dat andere zooi. Niet echt geweldig, laten we het daar maar ophouden. Dus daar gaan we weg. En um, qua moederbord is het sowieso wel belangrijk, natuurlijk. Nou, je kijkt ook een beetje naar kleurtjes of wat dan ook. Nee, nou, je hebt blauwe dingen erin. En dat is serieus zo, je kijkt wel naar kleurtjes. Deze is rood, deze is groen. Nou, we gaan eens even kijken naar de Gigabit G1 Sniper. Zoals je ziet zijn hier meer foto's van. Dus ook een duurde moederbord natuurlijk. Kunt je zien: vier DIM-sloten voor je RAM. Twee PCI-sloten. Een klein ja, PCI-express uh, 16-keer. Want daar zit ook nog verschil in. En een klein PCI-1 -e keertje. Uh, dit zijn twee 4s denk ik. Um, je ondersteunt geen SLI, dus Dus wil je eventueel over een tijd een tweede videokaart erbij insteken. dan heb je niks aan het moederbord. Dus het ligt eraan: ook dit, ik zei, is persoonlijk. Wat wil je ermee doen? Wil jij nu een computer samenstellen en zeg maar over een half jaar of zo? Denk je van, nou ik wil nog een tweede videocast erbij in hebben. Van nog net iets meer kracht voor de games die het heeft te ondersteunen. Dan moet je dus niet dit moederbord kiezen. Dan moet je een ander moederbord kiezen. En dat is een beetje zoeken. Um, over het algemeen. Nou ja, over het algemeen. Voor mij persoonlijk. Hoe ik zoek is altijd de prijs aflopend. Maar dat komt dat ik zulke dingen koop als dit namelijk. Dus ja, maar dat ben ik. Ehm, um, we gaan even een paar pagina's verder. Zoals je ziet, de prijzen dalen al wel redelijk. dat we zaten net op eentje van 90. Nou, dan ga je eens kijken van, nou, wat zit bij, uh, 150. De MSI, nou, die heeft toevallig een award. Dus even kijken wat het is. Je gaat gewoon, dit duurt lang normaal gesproken. Nou, voor mij ook, omdat ik het natuurlijk uitleg. Maar je kijkt even, nou, er kunnen hier vier dingen in. Nvidia SLI is ready. Ehm, um, processor zit hier goed. Ziet er goed uit, zeg maar, qua en eigenlijk Want ook een moederbord wat warm. Um, PCI Express, nog PCI Express. Zo'n nou, Gen 6, 16 keer, zo maar. Voor, ja, voor mij is het allemaal een beetje hetzelfde. Voor mij is dit logisch, dat is een beetje het probleem voor mij nu. PCI klein, dus als je eventueel nog een geluidskaart wil hebben die één slot is, kan die boven de videokaart. En dan heb je hier je videokaart, nou een dus. Um, daarnaast is het nog wel belangrijk, maar dat zal zo meteen weer komen. Nou, hier heb je dus de, de Silver Award. Dat is. Uh, um, Zeg maar, iets kleine tekst bij hebben. Je is dat verder nog wat. Nou, het kan tweede de giga uh, gaan. Dat moederbord kan tweede. De gigaan. Moeilijk praat af en toe. Military class, dat is allemaal tof. Heb je bij Asus. Dat zijn gewoon dat er wat betere capacitoren zijn gebruikt. En die andere dingen, zodat uh, kijk, zo dit. Dat het wat beter is, zeg maar, en minder gauw kapot gaat. En dus beter bestand is tegen en al dat zo. Is een beetje verkoop raadje, maar. Oké, okay, um, dan komen we hier. Nou, het belangrijkste hierbij, je ziet Intel Z97 Express Chipset. Chipsets zijn lastig, dan moet je ook, ja, heel veel dingen. Kijk, ik, ik weet die allemaal in mijn hoofd natuurlijk, maar heel veel dingen moet je opzoeken. Wat ik net ook zei bij die kast, dat hele lange verhaal. die moet je opzoeken. Dus dan ga je gewoon naar Google, flik je dit erin. En dan vertelt Google je vast wel wat het inhoudt. Nou, in dit geval komen we bij de Intel site. En dan vertelt de Intel site allemaal wat de features zijn. Eventueel of je gaat naar iets anders. Um, bijvoorbeeld naar dit: dit is ook handig. Dan heb je 19 moederborden met de Z97 chipset. En meestal vertellen zij namelijk wel wat de chipset inhoudt. Um, en anders kun je het vast wel vinden op Google. En de Z97 is de beste volgens mij van uh, L50. Dus dat is sowieso goed. Die heeft zeg maar, extra USB-poorten. Um, kan meer lanes aan. Kan meer RAM aan. Kan... Zulke dingen zitten daarin. Zo. Dat is wel belangrijke informatie. Nou, je hebt vier dim zoals ik zei. Dus vier uh, RAM-bankjes kunnen erin van DDR3. Um, opslagpoorten: 6 nou, keer SATA 600. Voor RAID 1 keer M2. Er zitten 6 USB 3.0 aansluitingen op en 8 keer USB 2.0. Uh, je HD zit erin. Audio. Um, en dat kun je hieronder zo weer zien, maar dat komt zo meteen wel. En er zit een Killer e 2205 in. Killer eh, of Intel is het over het algemeen. Dat is gewoon de LAN-poort zeg maar, wat inkomt en de chip die internet verwerkt, zeg maar. Heel veel verschil zit er niet tussen, tussen een Killer of een, een uh, Intel. Nou, moederbot, ATX, chipset, al die zooi, dat boeit niet zo heel veel. In ieder geval, nou, dan heb je eventueel je audio nog. kun je zien, dat dus, de nou, HD Audio TX Studio Pro. Allemaal prima met Realtek. Sommige hebben Dolby, maar dat betaal je meestal ook meer voor Dolby in het moederbord zelf. Uh, Stuur gewoon wat meegeleverd is eventueel, dan, dat moet je allemaal zelf maar even kijken. Dan op zich wat belangrijk is. Mijn geheugen is dat je kijkt naar nou, wat het aan kan. Zo, in dit geval kan het alles aan. In principe alle snelheden en 2.3 GHz. Dus dat is ook fijn om te weten. Dan hier heb je verder de uitbreidingsslot. Nou, één keer processor, dit zei ik al. Nou, je hebt drie PCI Express 3.0 uh, sloten op 16 speed. 16 lanes is het volgens mij eigenlijk. Um, en vier keer dus een één keer. Dat is bijvoorbeeld een geluidskaart of een, um, een SSD. Is er ook eventueel op PCI Express. Enzovoort. Nou, zes keer SATA. Alles wel. En je hebt garantie voor drie jaar. Dus dat is mooi. Nou, ik vind hem helemaal prima. We klikken die aan. En zo gaan we door. Um, ik zal proberen iets te versnellen, maar zoals ik zei, je moet op een paar dingen letten en het is wel belangrijk dat ik die natuurlijk meld. Um, ik wil het wel bezig houden, maar het is ook wel belangrijk dat ik sommige dingen meld. Nou, we hadden het proces al besloten. Normaal zou je dus een iets andere volgorde doen, maar zoals ik zei, dit is een... Um, ik had het al laten zien, dit is de L50, 4000 serie van Intel. En als we naar de 11,55 gaan, is dus het 3000 serie. Nou, de 4000 serie is natuurlijk hoger dan de 3000. Hetzelfde geldt hier. Dit is de 3 en de 4 trouwens van de Extreme's. Uh, dit is die van mij. Deze heb ik. De 39,30k. Is ook niet meer verradig. En um, dit zijn de nieuwe, dus de 5000 serie in dit geval bij de Extreme's. Met uh, hele mooie prijzen. En um, dat verschilt natuurlijk wat je wil. Um, voor de rest, het kortst gezegd, i3 is crap, i5 is genoeg voor gaming, i7 is voor gaming, renderen, videobewerking, fotobewerking, al dat spul. Klaar, i5 is genoeg voor gamen, i7 is het mooiste. Um, om een beetje futureproof te zijn, want dat houden we doen met deze pc, ga ik wel voor een i7. Puur uh, omdat ik dat ja, gewoon fijner vind en ik... Uh, ik zal toegeven, ik heb moeite met computer samenstellen voor een budget. Nou nee, ja, niet voor een budget. Budget boeit me niet zo veel. Um, maar voor een laag budget. En dan kun je zeggen: 1200 euro is een hele bende geld. Klopt. Maar ja, mijn moederbord en processor samen waren al 1200 euro bijna. Dus, en de videokaarten samen waren meer dan 1200 euro. Dus voor mij is dat een heel klein bedrag. Daar koop ik een paar onderdelen van in een computer. Dus voor mij is het lastig om echt. Keuzes te maken in. Ja. Keuzes te maken in van. Dit is goed en dat is minder goed. Waarom zou ik dan voor die minder goede gaan? Maar dat komt puur omdat ik een beetje. Makkelijk daarin omga. Uh, maar dit is de beste. Van alles. Ook hoogste nummer. Maar als je dat wil weten, dan kun je naar bepaalde sites gaan. Um, voor het snelste in ieder geval is cpu en Die wil En je hebt ook gpu Boss voor de videokaarten. Uh, het is niet de beste site. Dat zeker niet. Um, oh, 70k. Nou, dat is die, zeg maar, als je het verschil wil weten. 4790k. Compare. En dan zal die vertellen. Nou, de 4790k is dus iets beter qua performance. Qua single-core performance is die beter. Overclocking. Hij is beter om. als je wilt overclocken, zeg maar, hij is beter over te klokken. Um, en de value voor wat je krijgt qua performance is beter. Dus die is gewoon beter. En dan heb je hieronder de verschillen staan waarom je eventueel uh, de 4770K kunt kiezen, nou die heeft minder verbruik, wat dus ook inhoudt dat je minder betaalt per jaar enzovoort, dus dat boeit geen zak. Deze heeft hogere snelheid, um, ja in principe wel hogere snelheid, dat komt er eigenlijk op neer, die heeft gewoon hogere snelheid, dus die is beter. Maar zo zijn er dus meer dingen hoe je dingen kunt vergelijken en dat is de dus CPUboss.com volgens mij. Um, en wij gaan dus ook voor deze worden Proof, Dit is de beste voor uh, gaming en een beetje renderen enzovoort. We zitten nu op 500, dus so dat gaat snel omhoog natuurlijk. En we zijn er nog niet, belangrijk niet, want we hebben net vier dingen samengesteld. Of naar componenten. We gaan nou dus even naar um, de RAM. Een belangrijk ding trouwens bij de processor wat ik vergeten was: um, naast dat hier dus allerlei informatie ook weer staat, net zoals de vorige keer, dat is logisch. Um, de processor wordt in dit geval dus wel geleverd met een standaard Intel-processor cooler. Of internet, wow, Intel processor cooler. Um, dus er zit een cooler bij. Um, bepaalde... Uh, ...processoren, zoals die van mij bijvoorbeeld, die kwam zonder cooler. Want ze gaan er wel vanuit dat je een externe cooler hebt. En dat heb ik ook wel. En als je coolers zoekt... ...ga je naar de coolers toe. En dan ga je naar processor, in dit geval. Of je gaat naar um, waterkoeling en dan sets, dat kan ook. Dit zijn namelijk gewoon aircoolers, die dus op processoren kunnen. Dan kun je zoeken naar socket, Nou als je hier ziet, uh, stond het? Deze is voor L55, L5, en dat is dus voor een oude, dus daar heb je niet zoveel meer aan. Maar dat is allemaal logisch te zoeken en te vinden. Um, en als je naar waterkoeling gaat en naar sets, dan kom je hier... Um, dat is geen complete waterkoeling, dus wees niet bang dat het echt compleet is met een pomp en een reservoir en dat je echt compleet watergekoelde PC hebt. Dit is puur voor de processor wat wel goed werkt. Dus deze bijvoorbeeld, dit computerprocessor, er zit een radiator bij, net dus zoals bij een auto of wat dan ook, en een ventilator die de ja, radiator koelt en dus ook het water die erin zit, of nou, de vloeistof eigenlijk. Um, dus zoiets is dan natuurlijk handig als je wilt overklokken, maar voor nu is die processorkoeler wel even goed genoeg. Ehm, um, dus dat is wel belangrijk om natuurlijk rekening mee te houden wat voor cooler erop zit eventueel. Nou, ben ik alleen even vergeten waar we mee bezig waren. Uh, oh dus zit nou dat gebeurt nog wel eens trouwens. Winkelwagen, mag ik naar de winkelwagen? Hiyo! Oh ja, dan moet ik hier op klikken en dan afronden. Tast hem. Nou heeft hij per ongeluk, omdat ik dus een keer, ehm... Um, ...gehaald heb, zeg maar, heeft hij de twee neergeflikkerd, wat natuurlijk niet de bedoeling is. We gaan even naar de Ram toe, dat was wat ik wou doen. Ehm, um, daarnaast trouwens, want... Ik vergeet wel een paar dingen nu. Die op zich wel belangrijk zijn. Als je de 4790K pakt en je gaat naar de site van Intel zelf, bijvoorbeeld. Dan, want dat is altijd handig natuurlijk. Kun je zien, nou, hij heeft dus vier cores. Maar hij kan hyperthreaden. Wat inhoudt dat elke core twee dingen kan doen. Dus dan heb je volgens Windows 8 cores. Ik heb de 12 Als ik uh, taakbeheer, tover naar prestaties ga kijken. Ik heb 12 processoren. Jee, uh, geheugen, 32 giga en al die natuurlijk. Um, maar dat geeft het aan. Ik heb er natuurlijk maar 6. In principe, maar elke core kan twee dingen doen. Dus vandaar dat Windows zegt dat je de 12 hebt. Maar het belangrijkste hier is 32 gig. DDR3 en Huppel 1333 1600. Dat zijn de dingen die hij in principe aan kan. Hij kan wel meer, maar dan moet je gaan overklokken. Maar als je niet wil overklokken, kun je dus het beste voor de snelste gaan in dit geval. Uh, zonder ook maar iets aan je pc verder te doen. En dat is DDR3 in dit geval. Er is ook al wat DDR 4. En dan 1600 MHz. Dus ga je hier zoeken. Nou, toon alle kenmerken. We gingen van 16 gig, hadden we net gezegd. Maar dat was genoeg. 16 gig. En er zijn hier heel veel dingen, zoals je ziet. Echt belachelijk veel. Geurensnelheid. latency, um, Latentie. latentie um, ja, is moeilijk uit te leggen. Laten we het allemaal gewoon ophouden. Dat is gewoon kut om uit te leggen. Latentie is echt. Uh, Echt scheid. Uh, we gaan even terug naar 60 gig. Latentie is, ja, dat heeft met de timings te maken enzovoort. Dat, dat is een beetje te uitgebreid. Hoef je niet heel veel op uit te doen. Als je een CL9 pakt, dan is het over het algemeen wel goed. 10 dat is wel goed genoeg. Dus heel veel merk ik er persoonlijk ook niet van. Um, dan gaan we dit natuurlijk ook weer prijs sorteren. Voor mij zijn ook hier maar een paar merken goed. En dat is dus niet GL of Avixer of A Data persoonlijk ook niet. Crucial ook niet. Alleen Kingston eigenlijk of Corsair. Die anderen dus zeggen me niks persoonlijk te mij. Crucial heb ik helemaal niks mee. En crucial, dat komt misschien ook. En dat is ook dom eigenlijk. En dat is ook een beetje mijn wijsheid zoals ik zei. Ik had wat um, klasgenoten, zo maar, en er was er ook een met crucial dingen. En die zei altijd: oh, dit is het beste. En ja, je hebt ja prut in principe in je PC. Crucial is zoveel beter. En bla bla bla. Puur omdat hij zulke dingen zei, dacht ik me wel: fuck it, ook gewoon. Joh, je Met je cutcruise, ik hoop dat je met je reet steekt en doodgaat, zeg maar, zoiets. Dacht ik een beetje. Um, puur omdat je gewoon geërgerd bent, natuurlijk, omdat iemand je zit af te kraken wat nergens op slaat. Want mijn PC was daadwerkelijk beter dan zijn. Maar dat hebben we daarna, kwamen we daarachter. Maar, puur omdat je iemand kent, zeg maar, die bepaalde producten gebruikt. Tenminste, dat heb ik. Wil ik die producten niet gebruiken, omdat ik denk van: well, fuck it. En ik ga gewoon voor Kingston sowieso eigenlijk. Corsair is ook wel goed, alleen Kingston heeft alleen voor langere garantie. Nou, dit is een CL10, CL11. Er zit nog een CL11, cl CL10etje, CL9. Maar dan ben je ook alweer duurder uit. Maar, nou is het natuurlijk wel prijsoplopend. En je hebt hier bijvoorbeeld dus een uh, Kingston Value Room is altijd het gekoopste: 127 euro voor CL11. Als je dan bijvoorbeeld hier CL10 ziet en hier zie je opeens Kingston Hyper Savage, CL9. Ja, waarom zou je dan niet die pakken? Dat kost je 5 euro meer, maar je hebt CO9, zeg 9 maar, en net zoiets twee bankjes van, uh, van 8 gig elk. Hetzelfde geldt hier. In principe voor 2 euro meer heb je weer de HyperX Beast Die zijn nog weer beter, dus waarom pakken we die niet? Zo gaat het we meestal wel een beetje door natuurlijk. En uiteindelijk dan is er opeens 20 of 30 of 40 euro bij op. Maar voor zulke kleine bedragen in principe, waarom zou je dat niet doen? Dus we gaan nou voor deze. 134 euro, dan heb je goede RAM. Uh, die goed werkt. En ook hier natuurlijk wil je allemaal weten welke goed is. De merken noem ik wel, maar in deze video perso gewoon persoonlijke merken waar ik achter sta. Maar voor de rest wil je echt weten welke is nou beter qua snelheid of wat dan ook. Dan moet je dus echt gewoon reviews opzoeken. Ga ik niet allemaal zeggen uh, in deze video, want dan zijn we dus jaren bezig, waar we nu al bezig zijn. We hebben dus processor, nou, de koeler zit erop, RAM hebben we, de behuizing hebben we, DVD spelen wat niet zo veel boeit. Videokaart is natuurlijk een belangrijk iets nog. Uh, SSD's, eventueel of harde schijven, want anders dan kun je helemaal niks. En nou ja, de voeding, dus um, we gaan wel even een videokaart pakken, want meestal gaat het daarmee mis. We willen een computer die futureproof is, maar niet al te duur. En um, ja, bij Nvidia is het zo: je hebt verschillende codes in principe. Om het een beetje makkelijk te houden. Je hebt dus het serienummer, je hebt de 700-serie, de 900-serie, 600 zoals je ziet staan, 200, vraag me niet waarom die er staat. Um, en ja, dus ook 500, 400, 300 enzovoort. Hoe hoger natuurlijk het serienummer, hoe beter de kaart. Over het algemeen. Nou, dat wil niet zeggen dat zeg maar, een 950 beter is dan een 87T. Want een 950 bestaat ten eerste nog niet, maar die is gewoon crap. Want het tweede nummer, in dit geval, dus zeg maar 69 heb je. Um, ik kan op zich makkelijker even uitleggen bij de 700C. Dat is eenvoudiger. Gaan we even naar deze: Je hebt de 720, 730, 40, 50, 60, 70, 80, 80 Ti. En daar nog een 50, want je hebt ook een 50 Ti. Dat is die die daar staat. Um, een 720 is puur omdat er maar even een videokaart in moet zitten. En je kunt er net uh, vegen mee spelen. De 730 ook, de 740 ook. Dat zijn allemaal crappy dingen. De 10 is er ook nog soms. De 10, 20, 30, 40 is rommel. Niet aankomen. 50, persoonlijk ook rommel. Daar heb je niet wat aan. Daar kun je net zo goed gewoon niks doen. Een 50 is niet goed. Het 60, want het, um, de 10 tot en met 40, zeg maar, is low range. Dat is dus laag. Het midden is 50 en 60. Waarvan dus 50 het laagste is van het midden, en 60 het hoogste van het midden. De dus 60 is eigenlijk het minimum. Een 60 of een 60 Ti, als dat er is. Is het minimum. Word je eigenlijk nog niet heel erg blij van. Het werkt wel, dat is ook niet slecht. Maar je gaat het liefst voor een 70. Een 80 is over het algemeen belachelijk duur en puur voor idioten zoals mij, um, die er dan ook nog twee kopen. Maar een 70 is in principe genoeg. Een 70 is genoeg voor games nu en wat in de toekomst. Een 80 is natuurlijk wel beter. En ook voor meer in de toekomst. Een 80Ti wat ik dus heb. Uh, nog duurder en nog beter. Maar dat is ook logisch. Maar je kunt twee 770's kopen voor de prijs van één 780Ti die, die ik heb. Dus ja. Dat zijn afwegingen natuurlijk. Maar een 70C is in principe het beste. En ik kan nou makkelijk startleggen natuurlijk met een 700C. Maar we gaan natuurlijk voor 79. Dat is nogal wie dus. Dus we gaan hier. Dit is 69 verkeerde. Zo. Die begint dus met 350 euro. Nou, dat is echt een uh, apenscheet voor mij. Um, ook hier zijn dus weer verschillende merken: Asus. Nou, Galax zegt mij maar niks. Asus is wel goed. MSI is goed. Gigabyte is wel goed. EVGA is heel erg goed. En die andere drie die daar staan, die boeien me niet. Het goede aan EVGA is naast dat ze gigantisch goede kaarten hebben. Heeft EVGA een redelijk goede policy qua heel veel dingen? Vroeger hadden ze ook nog, ik weet niet of dat nu nog steeds zo is, maar dat je zelfs je kaart soort van kon inleveren en dat je met een bijbetaling natuurlijk een nieuwere kon krijgen. En wat bij EVGA ook zo is, als jij zeg maar waterkoeling wilt doen, toch op je videokaart om onbekende reden. Dan kun je wel die koelers eraf halen, maakt er niet uit. Je mag ook gewoon rustig waterkoeling. Als er iets mis is met de kaart, willen ze wel graag hebben dat je hem in originele staat terugstuurt met die ventilatoren erop. En dan zullen ze hem checken. Dus op zich qua dat is het niet slecht. Overklokken boeit hem in principe ook niet. Maar waarom zou je hem overklokken? Want bijvoorbeeld de 79 superklokt ACX 2.0 is een awesome snelle kaart. De ACX Strix ook wel en de andere ook wel van MSI Gaming is ook goed. Maar ook hier is het natuurlijk weer zoek een review op. Dus ga je naar GTX 79... Um, en dan review, eventueel. Ik denk niet dat het echt nodig is, maar ze hebben hier een round-up. En ik denk dat hardware info er normaal ook wel eentje heeft. 15, yep, deze, kijk. 15 keer Nvidia GeForce. Dit zijn de reviews die je dan zoekt. Waarom? Kijk, welke kaart moet je hebben? Ze hebben hier al die kaarten tussen staan. De Asus uh, GeForce Trix, de Poseidon Platinum, die is geoverklokt. overclocked Zijn we de Matrix Platinum overklokt. Van de 80 is in ieder geval dan nou ja, de Gigabyte, G-In Gaming, etc. Cetera, et cetera. Dus hier komen in principe alle kaarten wel voorbij. Nou, en dan kijk je gewoon in de review. je heb je natuurlijk de inhoofdsopgave. Kijk je bijvoorbeeld naar een benchmark, van Battlefield in ieder geval. en 3D-mark. Um, kijk je naar 19, 1920x1080, of als je 4K wil of wat dan ook, dan kijk je daarna. Um, of 1440p, nou dan zie je dat dus de 89 Matrix Platinum is de beste van de 89's. Daaronder zit de amp van Zotac, de Inno, et, et, et cetera et cetera. Maar dit scheelt zomaar 6 um, fps. Maar deze is 770 euro en de MSI is 641 euro. Is je die, dat die 130 euro waard, die 6 fps, ligt natuurlijk aan jou. En zo geldt dat voor alle videokaarten en alles wat je opzoekt. Hetzelfde geldt hier. Um, maar wij gaan voor nu, want ik weet dat de EVGA klokt, over het algemeen wel goed zijn. Daarnaast, trouwens, een ding wat ook fijn is, en, um, de asset-site, en dat heb ik er nog helemaal niet uitgelegd, is dat je kunt vergelijken. Naast het Winkelmandje staat vergelijken. Je kunt drie producten vergelijken. Dan kun je zelf je conclusies trekken als je niet, ja, geen zin hebt om complete reviews te lezen, wat ook wel logisch is. Klik je zeg maar, nou, de drie aan waar je zitten, tussen zit te twijfelen. Nou, je hebt de drie staan. Klik op vergelijken. En zie je zie hier staan allemaal ongeveer dezelfde prijs. Core-klok, dus de standaard snelheid zeg maar, van de kaart, 1165, geldt Nou, de boost-klok, dus deze is gewoon hoger geklokt dan die andere twee, dat is overduidelijk. Nou, voor de rest dezelfde aansluiting over het algemeen wel. Hier kun je alles vinden wat je zoekt. En het verschil zie je overduidelijk, zeg maar, wat er eventueel in zit. Nou, deze heeft dus nog een D4 VGA adapter erbij. Dit is allemaal in principe hetzelfde, dit boeit geen zak wat hier staat. De kaart is namelijk allemaal hetzelfde. Hier hoef je niet naar te kijken. Naar functies. En naar API of het algemeen. Waarom dit OpenGL 4.3 is. Geen idee. Het zou gewoon 4.4 moeten zijn. Want ze bouwen het gewoon op de kaart van Nvidia. Maar ze passen dingen aan. Zoals dus de boost. Nou wij gaan dus voor deze. Zoals ik al zei. Dus gaan we daar naartoe. Die zit er ook in. We zitten nou op 1100. Nou gaan we wel iets over de 1200 heen. Dat was te verwachten. Want ik ben er gewoon slecht in. Maakt op zich niet zo heel veel uit. Want nou. Soms moet je nog iets langer doorsparen voor iets wat je heel graag wil hebben. Dat is een hele goeie. Soms wil je heel graag iets hebben en dan is het eigenlijk net iets beter als je nog wat doorspaart. Maar dan heb je ook een beter product waar je meer aan hebt. En dat zijn we nou aan het samenstellen. Nou, dan hebben we nog de voeding natuurlijk. We hebben het nog aan schrijven. Maar dat boeit niet zoveel voor de voeding. Um, ik kies natuurlijk van ATX voeding, want je hebt een ATX moederbord. Ehm. Um, Voeding geleverde, dat hoeft niet. Energie moeten we hebben. De geleverde E, zeg maar, moet je hebben, niet de geleverde N. Meestal pak ik voedingen voor PC's zoals dit tussen 700 en 800 watt. En ook hier zijn maar een paar merken die ik goed vind, als Cooler Master, Corsair, Antec eventueel. Uh, maar persoonlijk en Zalman ook, maar dat zijn meer van ja, die in de kast passen. Over het algemeen pak ik deze twee. Be Quiet pak ik nooit. Tech niet. Al die andere je ook niet. Fok Acer helemaal, dat is sowieso een scheidmerk. Um, de vroeger was dat een schijnmerker dat altijd problemen had. Klasgenoten van mij hadden heel veel hadden Acer laptops enzovoort, en zo, die gingen altijd naar de tering. HP en um, er was nog meer. Ja, eentje had een eigen laptop samengesteld, die ging altijd wel goed mee. Dell's ook wel, maar uh, Packet Bell en Acer was altijd een dikke, dikke rommel. Maar ja, dat was ook logisch, want hun laptops waren gekomen, dan die van ons. Um, dus dan mag je dat verwachten dat je problemen krijgt. Um, en hier ja, is het ook een beetje natuurlijk van wat kies je. Semi-modulair is, modulair is sowieso iets om uh, in de gaten te houden. Sommige voedingen hebben namelijk. Uh, deze heeft dat mooi te staan. Dank u. Deze hele dikke kabel die zit er standaard in. En voor de rest kun je eventueel nog een paar dingen extra aansluiten. Dat heet semi-modulair. Um, en deze is niet geschikt voor SLE. Nou, we hadden eventueel het idee voor SLE. Voor nog een tweede 79 erin, zo maar over een half jaar. Dat was een beetje ons plan, onze situatie. Om zo maar te noemen, dus deze is sowieso niet goed. Maar dit heet semi-modulair. Je hebt ook modulair. Modulair houdt in: uh, deze is ook semi-modulair, die zal ook zo'n dikke kabel hebben. Zie dat is hetzelfde verhaal. Um, maar bijvoorbeeld deze, die is dan ook wel heusje duurder, moet ik zeggen. Uh, ik hoop dat deze goed is. Yep, kijk, deze heeft alle aansluitingen hier gewoon los. Dat is modulair. Deze ben je sowieso nodig. 4-pin ATX, dat is voor je moederbord enzovoort. Je hebt zelfs Corsair Link om dingen in het gaten te houden. dus is SATA. Dus hier kun je de kabels minder houden dan wat je nodig bent. Want die andere, die hele dikke kabel, zal kabels hebben, of naar nou, aansluiting hebben, die je niet nodig bent. Dus dan heb je er geen zak aan. Um, maar deze is ook nog niet SLI gecertificeerd. Dus dat is ook niet goed voor SLI. En nou, dan gaan we hier naartoe. SLI is sowieso een beetje laag voor deze dingen, moet ik zeggen. Als je. Um, ik denk dat zelfs deze niet. SLI gecertificeerd is. Want. Waar SLI kun je op zich beter. Een hogere voeding pakken. Um, niet dat het echt nodig is. Maar we gaan wel even naar de 800-afdeling. Niet dat het zo heel veel boeit. Oh god, ja, behalve prijs. Um, klik maar even deze aan. Deze zal wel voor SLI geschikt zijn. Want er staat niks bij. Um, even kijken. Is dat het daar? Nee. Maar boeit ook even niet. Het gaat erom dat er iets in zit. En uh, deze is dus geen Corsair Link, maar is voor de rest van Nou, Die zal dus ook wel Sli ondersteunen, want anders stond het wel bij. Het je me even niet zoveel. veel, maar door hoort dus natuurlijk een voeding in. Dan heb je tenminste alle onderdelen een beetje op Dan heb je natuurlijk Harder Schijf nog. Uh, Harder Schijf is voor mij maar één merk. En dat is Western Digital. De andere merken, Toshiba, Seagate, Hitachi en al die rommel. Fuck dat. Ook Seagate in principe wel. Seagate Ja, is niet heel slecht, maar ik vind het niet wat. Ik heb gewoon altijd Western Digital gehad. Altijd, Echt met alles. Externe harde schijven, intern. Ik heb wel eens een Seagate gehad, maar die gaf juist problemen. Dus vandaar. En um, Western Digital nog nooit problemen gehad. Dus we gaan naar Western Digital. Wat belangrijk is bij de harde schijven is eventueel buffergeheugen. Nou, 64 is op zich het beste. En dan kom je sowieso bij een blackout, Denk ik. Spindelsnelheid is ook belangrijk. Er zat in dat hij sneller kan draaien. 10.000 toeren per minuut is een beetje hard. Ja, dat kan wel, maar. Allemaal... Dat zijn hele dure schijven. En voor de rest is het natuurlijk persoonlijk van wat jij ja, denkt nodig te hebben aan opslag. Maar ik laat het even zien <coughs> qua prijsverschil. Dit zijn 1 terabyte. Je hebt hier dus een black schijven black die zijn het beste in principe. Die zijn het snelste enzovoort, enzovoort. 80 euro. 2 keer 80 voor 2 terabyte. Zeg maar. Zou dus 160 moeten zijn. Maar je hebt een 2TB voor 140. Dus de prijs, hoe hoger het gaat in principe, um, hoe goedkoper die wordt. Want de 2TB is 140, zeg maar even afgerond. Maar de 3TB die is 170. Dus dat is nog weer minder. En de 4TB is 228. Dus dat is wel aardig wat. Maar wij gaan even voor een 2TB. Je zou normaal een 3TB kunnen pakken als je nog 30 euro over hebt, zeg maar. Waarom zou je niet 3TB pakken? Misschien heb je bij die ruimte ooit wel nodig. Um, voor nu gaan we even naar uh, dit toe. Er zit al 200 over budget heen. En dan wou ik eigenlijk ook nog een SSD'tje erin zetten, puur even, dit is, dit is meer uitleg dan daadwerkelijk een pc voor een budget samenstellen voor iemand, dus het boeit niet zo heel veel, maar ik probeer het zoveel mogelijk uit, <coughs> uit te leggen, mijn stem gaat een beetje naar tering, sowieso is mijn stem een beetje naar tering. Um, zoals je ziet heb je hier belachelijk veel capaciteiten. Um, wat één ding wat makkelijk is om gelijk al te doen, is Corsair aan te klikken voor Crucial. Um, Oishi is ook een goed, Max. Samsung kan eventueel, Kingston kan eventueel. En houd het eigenlijk al mee op, want um, Crucial bijvoorbeeld, en ik kan het wel laten zien. Ik zal Crucial voor deze ene keer erbij zetten. Ik heb dat in de stream ook gedaan. Um, nou heb je hier dus oh, deze. Oh, een wat beter lijstje. Ik zou in principe 240 aanraden. Ik heb nu een 120 gig voor Windows. Dat is te doen. Maar ik je er vrij weinig tot niks bij opzetten. Dus ik zou gaan voor 200, 256. Iets in die regio. 250. Alles met een tweetje erin. Dus niet 512. Dat bedoel ik ook nou, niet. Maar met een 2 vooraan. Dat zijn in principe. Dat is. Het minimum voor Windows in principe. Plus nog wat applicaties eventueel wat je erop wil hebben. Dan weet je zeker dat het lekker snel is en dat je wat ruimte hebt. Eventueel kun je er nog een game op zetten. Of wat dan ook. Nou, dan gaan we even prijzen oplopend. Ik ben bijna klaar, beloofd. We zijn eigenlijk al bijna een uur bezig. I know. Um, ik pak even de Crucial BX. De MX. Voor de mensen geen janken. Want dat had ik de vorige keer in de stream ook. Oh, ja, maar je moet die pakken. Die is beter. Het is allemaal leuk en aardig. En we pakken even een Kingston Hyper X. Nou, deze kan, kijk, is tot wel 15 keer sneller dan een traditionele harde schijf, blablabla, Wat zonder zaterdagkabel geleverd. Je krijgt 3 jaar garantie. Dus 7 mm dik. blablabla. bla Hetzelfde staat hier zo, maar Die is uh, nog iets beter. Uh, neem ik aan. Volgens hun. En je hebt hier dus de Kingston Hyper X. Uh, de prijs van deze twee verschilt niet heel veel, in dit geval. Uh, deze eigenlijk ook niet echt. Um, we gaan deze drie dus even. Want ik heb het nou een beetje onhandig gedaan, natuurlijk. Want we hadden een vergelijking. Dus waarom doen we dat hier niet bij? Inderdaad. We gaan even naar vergelijk: vergelijk. En. Alhoewel, ja, voor de mensen gaan janken. We zullen. Dit is een BX. En als dus we die even weghalen, Dan gaan we een MX 100. Een MX 200. En. De Kingston Hyper X3K. Vergelijken. Zo. Vergelijken. Het verschil bij SSD's, namelijk. En dat is dus ook wat die ene. dude zei. Waar ik dus. Een ja, aanvaring mee heb gehad om het zo maar te noemen. Um, dat zijn ding beter was. Hè? Dat is allemaal leuk en aardig. Nou, je ziet hoeveel uur die mee kan gaan. Hoe dik die is. Wat die allemaal heeft. Zo bestendig En al dat spul. Dat is op zich allemaal wel redelijk belangrijk. Belangrijkste hierbij is de snelheid. En zoals je ziet, interne geeft snelheid. En hij had zo'n eentje, zoals dit. Ja, maar dat is 550 mb lezen. Bla bla bla. 550 mb lezen is prima. Dus hij leest bestanden met 550 mb per seconde. Helemaal mooi. Maar hij schrijft ze maar met 330. Um, een beetje een harde schijf, zoals die Black Series dingen... ...die schrijven we, bij mij tenminste, makkelijk met 125. Dus dat is, zeg maar, of 150. Dus pak het um, op, zomaar zeg de helft van dit. Dat is niet 15 keer sneller wat daar in die tekst stond, hoor. Um, dus ja, dat zegt al genoeg. Nou, dan hebben we dus de wat duurdere. Die heeft dus 500 MB schrijven, dat is dan een heel stuk sneller. Maar alsnog heeft deze uh, Kingston... Nog weer net 10 erbij. En 5 hierbij, wat die dus ook heeft. Dus dat is nog weer net iets sneller. Dan heb je wel hier uh, de 4kb willekeurig schrijven. Want dan is dus deze een beetje lastig op zich. Je hebt namelijk met allerlei. Heb je een heel groot bestand wat je wil overzetten. Of heb je hele kleine bestandjes die je wil overzetten. En het ligt er net aan wat je doet. Voor de 1 is dus wel die Crucial inderdaad beter. Omdat die heel snel dingen beschrijft Voor kleine bestanden of wat dan ook. Maar wat andere is die juist kut. Dus het ligt er net aan wat jij met je SSD een beetje doet. En ja, ik heb persoonlijk dus helemaal niks met Crucial en ik zou dus voor die HyperX gaan. Maar je hebt nog meer. Um, want Kingston heeft ook nog de Neutron series XT. Die is nog weer duurder. Maar die is ook nog weer beter. Die heeft 560, 540. En die heeft een hele grote iops, hoger dan de Crucial. Dus en ook trouwens meer garantie. We hebben nu 5 jaar garantie in ieder geval. Um, en dat dat trouwens de RAM die ik heb. Die heeft dus een levenslange garantie. Die Kingston, de Kingston RAM die we in de winkelslagen hebben staan. Dus dit is een hele goede SSD om te hebben. Die kan heel veel zeg maar is sowieso snel. En ook nog met kleine dingen. Dus die is gewoon beter dan die Crucial. Betaalt ook meer, tuurlijk. Maar hij is ook gewoon beter. Terwijl bij die Crucial wel redelijk aan het einde zit, denk ik. Uh, ga ik er vanuit want ik zie al een heel poosje geen fucking crucial staan. Crucial, dit laatste is een MX200 in principe. Of er moet hier toevallig nog een crucial staan. En dat is een nee. Dus dat zegt al genoeg. Um, overzame crucial in ieder geval. We gaan voor dit geval maar even voor. Nee, niet die. De... Wat was het nou? De HyperX. Hetzelfde geldt trouwens voor de Samsung Evo series en wel meer dingen. We gaan voor deze. Deze gooien bij een winkelwagentje. Ik vind hem helemaal mooi. We zijn dus uiteindelijk op 1556 uitgekomen. Um, dat is nog zonder assemblage. Dus dan moet je assemblage nog bijzetten. Of je wil hem zelf in elkaar zetten. Nou, we doen plus assemblage. 1 jaar garantie. 1 jaar garantie houdt dus niet in dat je maar gewoon 1 jaar garantie doet door alle onderdelen in je pc. Dat is gewoon een jaar garantie op het bouwen. Als het goed is staat dat er ook wel bij. Ehm... Um... Kijk, daarmee voorkomen we tijdsverlies en onnodig tevens heeft u één jaar garantie op de assemblage. Indien een onderdeel binnen één jaar defect is, vervangen we deze kosteloos. Ook assembleren we de hele computer weer en testen we deze zoals de eerste assemblage. Dus houdt in, mocht er iets mis zijn met je computer. Ik hoef maar twee keer, één keer te assembleren, niet twee keer, dank u. Um, maar dat krijg je trouwens voorgedoet, want dan zet hij dat nog door. Um, dan... Oh, ik nou zeg niet meer. Oh ja, dan, dan zetten ze hem dus weer voor je terug in elkaar enzovoort. Dus dat is het fijne van assemblage. Na het jaar. Dan moet je zelf zorgen. Zeg maar, noem maar wat je videokaart gaat kapot. Dan moet je die zelf er even uithalen. Opsturen. En dan gaan ze hem alsnog gewoon checken. Gewoon kosteloos. Want op de videokaart in dit geval, als we er naartoe gaan, staat vast wel een uh, ding bij staan. Garantie en als dat er niet bij staat. In dit geval, dan is dat wel te vinden. Um, normaal zou dat gewoon twee jaar moeten zijn, lijkt mij. Oh, winkelmandje is kaputski. Um, en hetzelfde geldt voor alle andere onderdelen trouwens ook. Dus je kunt er gewoon langs gaan en, uh, en ze vervangen was nog. Zoals ik zei, de Kingston HyperX Beast, normaal heeft hij levenslange garantie. Je yep, levenslange beperkte garantie. Beperkte houdt in op productiefouten. Dus niet dat je er de koffie overheen gooit of het hele systeem zomaar doorbrandt omdat je een foutieve voeding hebt. Um, die zorgt voor overspanning waardoor alles doorbrandt levenslang beperkt garantie houdt in een productiefout. Dus opeens heb jij van uh, 8 gig, zeg maar, op dat ene bankje, omdat er twee zijn, heb je maar 4 gig. Dan is dat een productiefout die intern, dus in het RAM-bankje, kapot is. Kun je hem opsturen. RAM is sowieso heel makkelijk eruit halen. RAM is echt het makkelijkst om in een computer te zetten. Um, dus dan kun je hem opsturen, je krijgt een nieuwe terug en klaar. Dus dat werkt heel erg goed. Voor de rest, nou, het winkelhandje, zoals ik zei... Um, het fijne hieraan is dat je een directe link hebt. Die kun je dus opslaan. En als je dus, um, het voor een vriend samenstelt of wat dan ook. En te en klaar. Hij heeft het complete PC hier staan. Selecteer voor zendwijs. Dus als je wilt afhalen, bijvoorbeeld. Je wilt uh, met ideal betalen. Klaar. Bestelling afronden en done. PC is onderweg. Nou heb je natuurlijk de leeftijd. Uh, hier zie je staan: vandaag bestel morgen. zending 10 uur. Um, ik denk niet dat het geldt voor assemblage. Er zal een tijd in zitten, want de leeftijd voor assemblage is namelijk 2 tot 3 werkdagen. Dus dat in, zo gauw zij alle onderdelen binnen hebben, nou deze, dat duurt dus sowieso 2 tot 3 werkdagen. Normaal gesproken is je hem besteld. Zij moeten die namelijk bij de leverancier weghouden. Le weghalen, niet houden. Dat is wegslaan bij de leverancier. Ehm. Um, Alleen nou dat zij ze maar, nu bestellen. Dan krijgen zij hem morgen binnen van de leverancier. Kunnen ze morgen met die computer bezig. Krijg jij overmorgen je computer in super binnen. Dus 2-3 werkdagen. Um, dus dat duurt sowieso natuurlijk altijd even. Als jij het zelf wil samenstellen. En je hebt zeg maar, je pakt even een andere DVD-brander. En je stelt allemaal dit zo samen. Dan kun je dus op bestellen rachen. En dan krijg je morgen alles binnen en dan kun je het zelf in elkaar zetten. Maar dan moet je dat natuurlijk wel kunnen en willen. Dus ja, dat was het eigenlijk allemaal een beetje. Ik hoop dat het allemaal duidelijk is. Um, ik weet dat het een lang verhaal was. We zijn nu net over een uur bezig, volgens mij, aan mijn hoofd. kwart tijd. Um, maar ja, zoals ik zei, ik hoop echt dat het duidelijk is. Als het niet duidelijk is, laat het weten in de comments. Als je het niet meer ergens mee eens bent. Ja, mag je het melden? Maar ik persoonlijk, dat klinkt misschien hard, maar ik denk niet dat ik er iets mee doe. Want zoals ik zei, het zijn persoonlijke meningen. Dus jij zegt van je, Cruiser is wel goed. Dat is mooi voor jou, jongen. Dat jij Cruiser goed vindt. Ik vind het alsnog een kutmerk. Klaar. Gewoon persoonlijke mening. Jij vindt het goed, ik vind het crap. Maakt niet uit. Um, maar als er verder nog vragen zijn, of je wilt dus wel een um, uitgebreide video over welke. Processor nou zo zeg maar beter is en welke zo en zo dat is het punt namelijk ik zo processor, we hebben nou de duurste gepakt van die socket uh, van de aansluiting zo uh, ja makkelijk is zeg maar die l50 heet een socket maar dat is een aansluiting we hebben de duurste van gepakt maar ik kan rustig wel zeggen dat zo met de 4760 is ook wel goed alleen ja ik zou er zelf niet voor kiezen puur omdat ik ja de duurdere dingen altijd pak. Um, maar dit zijn ook de merken die goed zijn die je hier ziet staan en um, als je dus een uitgebreide video wil hebben over alle informatie over zo'n processoren. Waar je op moet letten, echt specifiek bij RAM. Want er is natuurlijk veel meer te vertellen dan wat ik nou net even heb gedaan. Um, dan, dan, ja, dan kan dat natuurlijk. Dan moet je even een comment uh, plaatsen met de vragen. Dat zal allemaal wel duidelijk zijn. Ik hoop dat het sowieso een beetje duidelijk was. Laat het weten. En ik hoop jullie weer te zien bij een andere video. Laat